Hoi, van deze drie gele vouwblaadjes, de ogen en het blauw papier gaan we een stralende zon maken. Superleuk! Heb jij er ook zo zin in? Oké, wat moeten we als eerste doen? We hebben eerst de twee gele vouwblaadjes nodig. Dit rest leggen we even aan de kant. Zo, zorg dat je genoeg ruimte hebt. En we gaan deze in stukken knippen. Nou, eerst even vouwen. De rechte vouw gaan we doen. Dus pak de punten vast en breng ze naar de overkant. Zo. Zorg voor een goede vouw. Met je vinger eroverheen. Doe hem weer open. Draai hem kwartslag. En vouwen we nog een keer. Zo. En dat doen we met deze hetzelfde. En naar de overkant. Met je vinger eroverheen. Scherpe vouw maken, open doen, kwartslag draaien en weer dubbel vouwen. Oké, heb je dit nog niet klaar, zet de video dan even op pauze en maak eerst dit. Pak dan een schaar en knip over de lijnen, zodat we 8 kleine vouwblaadjes hebben. Ja, schattig hè? Deze ook. Zo. 2, 4, 6 en 8. Zo, dit zijn ze, de 8 vouwblaadjes die we nodig hebben. Daar gaan we allemaal vliegers van vouwen. Dus wat doe je? Je legt hem met de punt naar je buik. Je brengt hem naar de overkant, dus 8 keer hetzelfde doen. Zo, ja, vouw hem dubbel, open doen en je pakt met de ene hand de punt vast en de andere leg je bij de streep. En dan vouw je hem naar binnen. Ja, zie je dat? De vlieger is dit. Andere kant ook. Zo. En dit doen we 8 keer. Als je weet hoe het moet, zet de video gerust op pauze. En ga even rustig ervoor zitten. Want het is even een werkje. Alles zo vouwen. Kijk goed. Goed tegen elkaar aan. Probeer op te letten dat de punt scherp is hier. Zie je dat? Ja. Oké. 2, 3, heel goed, zo, nu 3, en nummer 4, en stiekem heb ik al een beetje wat voorbereid, dus jullie gaan de video pauze zetten, en gaan verder vouwen, tot je er 8 hebt, kijk, ik heb er nu 8. Kijk maar, 2, 4, 6, 8. Nou, dan hebben we het blauwe papier nodig, of de kleur die jij hebt gekozen. Kan ook een wit papier zijn natuurlijk. En nu gaan we de zon maken. Hoe doen we dat? Nou, zo. Door alle vliegers steeds op te plakken. We gaan ze helemaal rond plakken, want dit worden uiteindelijk de zonnestralen. Pak lijm erbij, een lijmkwastje als jij dat hebt in de klas. Zo, goed insmeren en dan plak je hem op. En de volgende komt precies zo. Zie je dat? Die punten komen op elkaar. En zo ga je hem helemaal rond plakken. Ik zeg niet zoveel, maar het gaat gewoon steeds door, zie je dat? Helemaal rond.
beetje lijm gemorst. Zo, dat zijn de eerste vier. En als ik er nog vier heb gedaan, dan ben ik rond. En ja, dan heb ik de zon bijna af. Dan kunnen we nog het gezichtje maken. En je zult misschien zeggen, dit lijkt ook wel op een stermeester, Sander. Ja, dat klopt ook. Kijk, deze, het mooiste is als je deze hieronder doet. Zie je dat? Dan lijkt hij echt helemaal rond. Maar dat maakt ook niet heel veel uit, want deze gaat er nog overheen straks. Zou je zeggen, dat is gek. Ja, want nu lijkt het op een ster, maar zometeen wordt het een zon. Wat doe je? We vouwen hier 16 vierkantjes van. Dus... breng hem weer naar de overkant. Pak de punten vast. Ja. Zo. Weer open. De kwartslag draaien. En we maken het rechte kruis. Scherpe vouw. We hebben vier vierkanten. Nu gaan we er acht rechthoeken van maken. We vouwen deze naar het midden. Met onze vinger eroverheen. Andere kant, precies hetzelfde. Zo. Acht rechthoeken. En ook hier vouwen we weer naar het midden. En dan hebben we uiteindelijk 16 vierkantjes. Zo. Nu vouwen we de hoeken naar binnen. En pakken we de ster er weer bij en maken we er een zon van. Kijk, nu wordt het echt een zon. Deze plakken we op. Vooral goed aan de randen smeren. En in het midden een beetje. Zo. Hoe zullen we hem plakken? Zo of zo? Ik vind zo toch het mooiste. Oké. Mag jij natuurlijk zelf weten. Nu pakken we de ogen. Kijk. Oh, prachtig. Niks meer aan doen. Oh ja, natuurlijk deze opplakken. En... een mond tekenen. Zo. Een mond. En we hebben de zon getekend. Of nou ja, getekend. We hebben een zon gemaakt. Heel veel succes met jullie eigen zon.